verlaten boerderij gekomen. Alleen weten we eigenlijk niet echt zeker of het verlaten is, want het ruikt hier gewoon naar dieren. Alsof hier net dieren hebben gestaan of zo. Heel raar. Er liggen nog allemaal spullen in de kast. Een oude beddenstee is hier. Ik ga nu al een spul in leggen. Zo. Nog meer beddensteeën. Waar mijn troep in zit. Drankflessen. Ik wil naar buiten. Oh. Die zijn wel op bergsteen en alles in. Oh ja. Is die keld in gesteven, hè? Of niet? Die is van de kom. Oh, dat kan ik wel. Gewoon een spinnenbed. Dat is ook, hè? Hier meer staan. Voor de binnenkant niet. Oude oven. Dat ruikt hier echt naar dieren. Alsof hier gewoon nog iedere keer koeien staan. Ja, we staan hier nog. Echt. Ja. Er is ook nog water op de leiding. Cool.
is niet goed, man. Dat is veel spinnenwebben. Hé, hey, het is gebroken. Ja. Dus dan ga je niet door die spinnenwebben. Dat zou ik ook niet doen. Oep, zo, je zit een gat in de grond. Wat is dat dan? Ja, kun je daarop zitten? Ja. Oh, de blaasjes zien er nog wel nieuw uit. En ook is er een brandblusser geweest, toch? Ja. Dit is een hele andere brandblusser.
foto kijken, mijn nieuwe kruiwagen. Super nieuw. Die is oud. Blijkbaar zitten de koeien in de stallen. Nou, ik heb het wel. Oei. Ik heb die zo net, hè? Ik heb ze niet gezien. Dat is niet best. Ik heb ze echt niet gezien. Oh, is dat een trekker? Nee. Nee? Nee. Ik heb ze echt niet gezien net. Als je een toppetje gaat doen, dan ben je er wel. Dat giet nergens meer over. Die vliegt in de schoenen, daar zijn we heel vaak. En hij wil wel gekomen, maar hier zijn. Dat giet nergens meer over. Succes ermee! Toen liepen we naar hem toe en gingen we gewoon een heel interessant verhaal op Anne en zo. Van hoe oud de boerderij was en zo. En toen ging hij helemaal meepraten en toen vond hij het helemaal niet meer erg dat we erin waren geweest. Dus ja. Het is goed afgelopen.